voor heel veel mensen die naar Suriname kwamen, onvrijwillig, gold natuurlijk dat ze van hun identiteit en hun historie waren beroofd. Die moesten ze gedwongen achterlaten, hun namen, hun familiegeschiedenissen, de mensen die ze kenden, van wie ze hielden. Archivering geeft mensen identiteit terug. En voor een deel zullen geschiedenissen niet meer getraceerd kunnen worden, of slechts met grote moeite getraceerd kunnen worden. Maar wat hier in het archief gebeurt, en hopelijk nu in goede samenwerking met Amsterdam, betekent dat niet alleen de geschiedenis van een land gebouwd wordt, het land identiteit krijgt, maar ook dat identiteit aan mensen teruggegeven wordt. En het teruggeven van identiteit aan mensen betekent ook de teruggave van eigenwaarde en menselijke waardigheid. Dus dank u wel, u doet belangrijk werk en het is een eer om hier te mogen zijn. Dank u wel. Ik ben voor het eerst in Suriname om een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Archief in Suriname te tekenen, waarin we gezamenlijk projecten ontwikkelen. Voor mij is het belang dat we weer gaan samenwerken, dat het weer een hernieuwde kennismaking is. Want in het verleden hebben we al wel samengewerkt. Ik ken ook de directeur van het Nationaal Archief Suriname al heel lang. We zijn beide ongelooflijk opgetogen en verheugd dat we nu weer dat gedeelde verleden, die gezamenlijke collecties, weer kunnen gaan ontsluiten voor het publiek in Suriname en in Nederland. Ongelooflijk veel blijde mensen, ondanks het feit dat je ook hoort dat het crisis is, dat er bezuinigd wordt. Maar de mensen op straat, in het hotel, van het archief, zijn allemaal ongelooflijk gastvrij. En het is een prachtig land om door Paramaribo te lopen. Ik heb er nog niet zoveel tijd voor gehad. Maar vind ik wel heel indrukwekkend. Je voelt de geschiedenis die dichtbij is in de straten, in de monumenten, de gebouwen.